Goedenavond, vrienden van de Nederlandse archeologie. Welkom bij de eerste uitzending, livestream als u wilt, van Land vol Archeologie. En we zenden die uit vanuit de Archeo Hotspot in Museum Het Valkhof in Nijmegen, live. En welkom ook op deze bijzondere dag, namelijk de eerste dag van de Nationale Archeologiedagen 2021. In 2020 waren ze even uitgesteld vanwege het coronavirus, maar nu hebben we er helemaal zin in en gaan we ervoor. We hebben geprobeerd een afwisselend programma voor jullie samen te stellen met gasten uit Nijmegen, archeologisch nieuws uit Nijmegen, uit de regio en uit de rest van heel Nederland. En we hebben speciale aandacht voor de archeologie in Os. Onder andere een veldpracticum van Leidse archeologiestudenten, daar leren ze opgraven. En ze beleven hun allereerste dag op hun allereerste opgraving en we hebben gekeken wat ze daarover te vertellen hadden. Dan stel ik jullie voor aan Agnes Westerlaken, die beheert onze Mentimeter. We hebben namelijk een interactief programma en Agnes vertelt daar meer over. Ja, naast live meekijken kunnen jullie vandaag ook live meepraten. En dat kan via de chat. Als het goed is, ziet u naast de uitzending ook een box staan waar u de chat kunt volgen. En daar kunt u vragen in stellen. En daarnaast kunt u uw mening geven via de Mentimeter. Nou, en hoe werkt zo'n Mentimeter? U vult in de Mentimeter een code. U kunt ook naar www.menti.com gaan. En die code is 712766292. En die code komt ook onderin rechts in beeld te staan. Nou, we gaan meteen ook beginnen met een eerste vraag. Straks gaan jullie studenten zien die voor het eerst een opgraving doen. En mijn vraag aan u is, beschrijf in één woord hoe je voor het eerst in aanraking kwam met archeologie. Dat kan natuurlijk een film zijn, een eerste vondst of een bezoek aan een museum. Laat het ons weten. U heeft rustig de tijd, want we gaan nu eerst even kijken wat er onlangs allemaal in Nijmegen is gevonden. We staan hier voor Museum Kam, gebouwd in 1922 en het is vernoemd naar Gerard Marius Kam. We zijn nu 100 jaar later en het is eigenlijk wel heel mooi om te zien dat we daar het werk weer oppakken. Dat er nu weer opgravingen gedaan worden. En het is heel mooi om te zien dat we daar dus weer het stokje overnemen en dat we nog steeds vondsten doen. En dat er eigenlijk nog steeds dus resten van het Romeinse verleden in de grond van Nijmegen begraven liggen en dat die nu aan het oppervlak komen. Het museum gaat gerenoveerd worden in het komende jaar. Er wordt een nieuwe ingangspartij gebouwd. En omdat de grond omgewoeld zal worden daardoor, worden de eerste archeologische opgravingen verricht. En dit is bekend archeologisch terrein. Sinds eind 19e eeuw is al bekend dat hier een archeologisch grafveld ligt. Met heel veel mooie graven, met mooie bijgiften. En wat eigenlijk ook een verrassing is, is dat meneer Kam, of eigenlijk zijn arbeiders, niet alle graven uit de grond hebben gehaald. Want onder hun zoeksleuven vinden we toch ook nog intacte grafkuilen terug. Tot zover Museum Kam, recente beelden geschoten bij de opgravingen. En om die nader te bespreken heb ik hier ons eerste gast. En dat is eigenlijk een merkwaardige positie dat we hierin zitten, Louis Swinkels. Welkom. Meestal was ik jouw gast in dit museum, want je was tot voor kort hier conservator en deed ik hier wel eens wat. Maar nu ben je mijn gast. En nou, we gaan al een hele tijd hier op. Wij hebben elkaar denk ik voor het eerst gezien in Museum Kam. We zagen net de beelden ervan. Meneer Kam. Kun je daar iets over vertellen waarom hij dat gekke museum daar neerzette? Ja, meneer Kam was een succesvol zakenman in de 19e eeuw. Die toen hij met pensioen ging in Nijmegen kwam wonen. Hij kwam uit Rotterdam. Daar heeft hij zijn geld verdiend. En ja, door een toeval betrok hij een villa recht tegenover het terrein waar later dat museum is gebouwd. Wat toen nog braakliggend was. En daar werd zo af en aan werden daar huizen gebouwd. Er kwamen vondsten tevoorschijn uit dat Romeinse grafveld wat daar in de grond zit. En hij ging dat verzamelen. Hij had geld zat en kon alles. En hij stond al heel gauw bekend. Zijn naam was Kam met een M aan het eind. Maar hij stond al gauw bekend als meneer het kannetje. Elk kannetje kon je aan hem kwijt. En hij betaalde er goed voor. En hij had binnen de kortste keer een grote verzameling. En wat hij ook deed was, er lag nog veel braak, dus terreinen aankopen om die te kunnen laten leeggraven.
En het terrein waar dat museum, waar hij met zijn eigen geld dat museum op heeft laten bouwen, is dus zo'n terrein wat hij heeft aangekocht. Het was wel een hele actieve vorm van participatie die je nou niet meer zou handtreffen. En ik begreep ook uit het filmpje dat de mensen die hij voor zich liet graven, dat die ook niet helemaal tot het gaatje zijn gegaan. Nee, die hadden eigenlijk een methode die ze zelf al hadden ontwikkeld. Door op andere terreinen in Nijmegen sleufjes te graven. Op terreinen waar ze vermoeden, want toen wist eigenlijk nog niemand waar die grafvelden precies lagen. Waar ze vermoeden dat er meer te vinden zou zijn. En dat deden ze dus door sleufjes te graven. En die waren niet zo heel diep, het ging allemaal met de hand. En als ze iets aantroffen, groeven ze dat uit. Maar de rest lieten ze zitten. Zoals ze ook scherven achterlieten en de crematie die in die graven zit, bleef allemaal op het terrein achter. Dus het ging om de hele stukken die ze konden verkopen. Oké. En het was dus, wat ik zeg, een hele wilde tijd voor de archeologie. Hoeveel heeft hij nou in totaal daaruit zelf op laten graven en aangekocht? Toen het museum KAM, wat hij dus met de verzameling die hij hier in Nijmegen bij elkaar heeft gebracht, toen dat openging in 1922 in dat gebouw, was de verzameling ongeveer 15.000 voorwerpen. Het grootste deel aardewerk, ik denk dat dat zeker 10.000 complete stukken was, wat toen een enorme verzameling was. Wat we net in het filmpje zagen, dat zag er heel indrukwekkend uit. Dat leek mij echt rijke graven. Ik heb begrepen dat het allemaal uit eigenlijk de begintijd van de Romeinse bezetting hier was. Ik kreeg een datering op van 10 tot 70 na Christus. Wat mij nou opvalt is dat zo heel snel in dit nog nauwelijks gepacificeerde gebied die rijke Romeinsheid uit die graven tot uiting komt. Wie waren die mensen die hier begraven zijn? Nou, we hebben nu inmiddels het idee dat dat voornamelijk immigranten zullen zijn geweest. Die met het leger mee zijn gekomen. Ook door de Romeinen eigenlijk hier zijn gebracht om de Romeinse beschaving een vaste voet aan de grond te laten nemen. De inheemse cultuur was geen stedelijke cultuur hier. De Romeinen hadden steden nodig om hun nieuw verworven gebieden in een bestuursstructuur in te passen. Dus dat is het idee. Daar is overigens wel in de tijd van KAM en in de jaren daarna was dat een heel levende discussie van wat zijn dat nou voor mensen die daar in die graven zitten. Toen was het idee van hier woonden Bataven, dus het moeten Bataven zijn. En die hebben zich snel geromaniseerd, was het idee. Daar zijn we dus geleidelijk aan pas los van gekomen. Het was bij sommige mensen ook best lastig om dat idee daar afstand van te nemen. Dat er maar weinig Bataven tussen zaten. Maar nou, het is natuurlijk nog steeds een hele actuele discussie, de etniciteit van Romeins Nederland. Ja. Buitengewoon interessant krijgen we, jij weet natuurlijk niet meer wat hier de plannen zijn in jouw oude museum, maar wordt dit binnenkort nog tentoongesteld als het bij de... Het zal waarschijnlijk in het oude museum KAM zelf tentoongesteld worden, want prachtig. Dat wordt gerenoveerd zoals ze zagen in het filmpje. Ja. En daar wordt ook voor een deel in oude staat hersteld, dus ook de expositiefunctie komt in veel ruimere mate terug dan in de afgelopen decennia het geval was. En het is de bedoeling dat juist ook de graffondsten een plek krijgen en zeker die nieuwe vondsten die daar pal voor de deur van het museum zijn gedaan. Dat is natuurlijk prachtig dat je die nu kunt laten zien. Nou, ik hoop je, zodra ze daar staan, je daar weer te treffen. Hartelijk dank voor deze toelichting. Er is niet alleen gegraven en we hebben niet hier alleen op een museum met een museum te maken, met musea-exposities, maar we hebben hier natuurlijk ook de Archeo Hotspot. En daar weet Marie-France aan mijn linkerzijde alles van. Nou, ik weet er een beetje van, maar wie er nog veel meer van weet, die is inmiddels naast mij aangeschoven. Dat is Maruska Jansen en die is van de Archeo Hotspot. Wat is dat eigenlijk, een Archeo Hotspot? Ja, de Archeo Hotspot. In het museum hier is een plek waar museumbezoekers in archeologie mee kunnen werken. Dus het is eigenlijk een citizen science project. En we hebben op dit moment materiaal op tafel liggen in de Nationale Archeologie Dagen. Wat daadwerkelijk van deze opgraving van de Museum Kampstraat komt. Dus dat is van een hele recente opgraving. En wie het leuk vindt kan dus naar een museum komen en daaraan meehelpen om dat verder te onderzoeken. Dus we hebben eigenlijk alweer een primeur te pakken. Hè? Want tijdens de Nationale Archeologiedagen hebben jullie speciaal
dit materiaal van de Museum Kamstraat nu in de Archeo-hotspot ter bewerking. Ja, dat klopt. Normaal gesproken zijn er projecten die bijvoorbeeld al langer in een depot liggen. Dat is natuurlijk ook belangrijk dat die dan een keer verwerkt worden, verder verwerkt worden. En nu is het inderdaad een primeur dat we iets op tafel hebben van een hele recente opgraving hier uit Nijmegen van onze Romeinse geschiedenis. En daar kan iedereen dus morgen en overmorgen aan meedoen. En mogen de mensen die dan meekomen doen ook echt aan het gevonden, aan het opgegraven materiaal zitten? Ja, dat is de bedoeling van de Archeo Hotspot, dat mensen daadwerkelijk zelf mee kunnen doen. En ik heb hier een voorbeeld. Dit is een bodemmonster van die opgraving. En een bodemmonster is eigenlijk gewoon een zak materiaal die uit de grond is gekomen. Het lijkt inderdaad een hoop stenen, als je het zo ziet. En hier zoeken wij dus met de museumbezoekers hier de materialen uit die voor archeologen nog interessant zijn, waar ze misschien nog meer informatie uit kunnen halen. Dus je ziet hier bijvoorbeeld, het is een beetje moeilijk te herkennen, het is een beetje verroest, maar dit zijn spijkers. Er zit bijvoorbeeld aardewerk in en die halen we dus uit zo'n grote zak materiaal. En die worden apart in kleine zakjes met nieuwe vondstkaartjes weer verwerkt. En die gaan dan weer terug naar het gemeentedepot, waar een archeoloog dat verder kan onderzoeken. Dus het publiek helpt mee om alles wat er gevonden is uit te sorteren op het soort vondst. Ja, dat klopt. Hartstikke spannend lijkt mij. Ja, het zijn heel kleine stukjes, maar het vertelt natuurlijk een heleboel over de mensen die daar geleefd hebben. En vooral heel veel over het dagelijks leven. En ik vind dat persoonlijk wel heel spannend inderdaad. Ja, ja. En ik denk ook dat voor de mensen thuis dat hartstikke leuk is. Dat je daar zelf aan mee kunt werken. En daadwerkelijk echt met je handen aan die vondsten mogen zitten. Vandaag en morgen dus. Morgen en overmorgen dus nog in de Archeo Hotspot. In het kader van de Nationale Archeologie Dagen. Precies. Maar kom meedoen. De Archeo Hotspot is natuurlijk de rest van het jaar ook gewoon geopend. Dan zijn er genoeg andere projecten. Niet alleen bij de Museum Kamstraat. We hebben bijvoorbeeld ook wel eens middeleeuwse projecten gedaan. Dus er is nog genoeg te ontdekken hier. Heel goed dat je dat nog even meldt. Want de Archeo Hotspot is natuurlijk altijd open als het museum ook open is. En we zijn heel blij dat dat weer zover is. Ja, gelukkig, ja. Komt alle, zou ik zeggen. Dankjewel, Maroeska. We gaan nu over naar een plaats in de regio, Os. Ook een plaats, net als Nijmegen, met een nogal rijk archeologisch verleden. En daar heeft onze archeoreporter Vera Verkooyen de volgende reportage gemaakt. Vandaag zijn we in Os, een stad vol archeologie. We bezoeken de grootste grafheuvel van Nederland, we bekijken de oudste mode en we gaan langs bij een opgraving in een gebied waar al sinds de jaren 70 onafgebroken opgegraven wordt. Welkom in Os. Ik sta hier op de overblijfselen van de grootste grafheuvel van Nederland, wel 53 meter in doorsnee. En hieronder lag de man begraven die wij kennen als de Vorst van Os. Ik zit hier bij een weergave van het graf van de Vorst van Os. Deze man was een van de machtigste mensen uit zijn streek en hij leefde in de 7e eeuw voor Christus. Hij is na zijn dood gecremeerd en zijn resten werden bewaard in een bronzen situla. Een wijnvat dat helemaal gemaakt is in Noord-Italië. En dat maakt dit een van de spectaculairste vondsten van Nederland. Dit graf lag niet alleen. Het was onderdeel van een ritueel landschap waar wel tientallen verschillende grafheuvels lagen. Allemaal uit verschillende tijdsperiodes. Naast zijn resten lagen er in zijn graf een heel aantal grafgiften. Het absolute topstuk is een groot zwaard dat helemaal opgerold is. En daar gaan we zo meer van zien. Dit prachtige gebouw is Museum Jan Kuhne. Jan Kuhne was de stadsarchivaris van Os. En in 1930 was hij eigenlijk het historisch geweten van de stad. En hij heeft gezorgd dat veel archeologische vondsten bewaard zijn gebleven hier of naar Leiden zijn verplaatst. Wij gaan op bezoek bij de tentoonstelling Jan Kuhne blijft thuis om een aantal prachtige objecten te bekijken.
We staan hier bij een gelijk al heel bijzondere vondst. Deze vondst is gevonden op de Slabroekse Heide en het komt uit de vroege ijzertijd. Het zijn objecten uit een graf, zoals deze prachtige sieraden. Maar wat eigenlijk nog net iets bijzonderder is, zijn deze stukjes textiel. Textiel wordt eigenlijk nooit gevonden en daarom is het heel bijzonder dat het nu wel bewaard is. Ze zaten helemaal vastgekoekt aan deze sieraden en nu hebben we daar iets heel bijzonders mee kunnen doen. Jullie hebben nu gezien dat deze stukjes stof eigenlijk heel bruin zijn van kleur. Maar na goed onderzoek doen zijn we erachter dat ze ooit met heldere kleuren geverfd waren. Rood van een bladluis en blauw van het plantje weede. Aan de hand daarvan is deze bijzondere jurk gemaakt door prehistorisch dorp Eindhoven. Niet alleen dezelfde weefpatronen zijn gebruikt als zijn gevonden, maar ook dezelfde kleurstoffen. Het wedeblauw en bladluisrood. Het verleden was veel kleurrijker dan we eigenlijk dachten. Museum Jan Kühne zou natuurlijk niet compleet zijn zonder de vondsten uit het vorstengraf. Nu liggen de originele exemplaren in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, maar hier hebben we een aantal heel erg bijzondere replica's. We hebben een replica van de bronzen situla en een replica van het rondgebogen zwaard. Jan Kühne heeft zelf gevraagd of deze replica's gemaakt konden worden in de jaren 30 al. En doordat hij dat gevraagd heeft, weten wij nu hoe deze vondsten eruit zagen voordat ze gerestaureerd werden. Er hangt in het museum nog een replica, gemaakt door een echte smid in 2010. Het laat zien hoe het zwaard er oorspronkelijk uit heeft gezien. Voor het museum staat nog een derde replica, maar dan gigantisch groot. In 2019 is dit prachtige kunstwerk neergezet. Bij die feestelijke opening hebben schoolkinderen hier uit de buurt kleine situla's gevuld met hun dierbaarste spullen en begraven rondom het zwaard. In het kader van de Nationale Archeologiedagen worden de Ossenschoolkinderen wederom creatief uitgedaagd. De wedstrijd dit keer is om eigen mooie verbeelding te maken van dit zwaard. Ze hebben tot 1 juli de tijd. We zijn heel benieuwd. Natuurlijk waren niet alle mensen in Os vorst. De meeste mensen waren boeren en precies op deze plek is een van hun nederzettingen gevonden, waar nu Wijkpark De Strepen ligt. Ter herinnering aan hun aanwezigheid ligt dit kunstwerk in de vijver. Een schaalmodel van een ijzertijdsboerderij. Maar hier in Os worden nog steeds boerderijen opgegraven en daar gaan we straks op bezoek. Ik kan zeggen, dank je Vera, maar dit is een paar dagen geleden opgenomen. Dus het is niet helemaal live, maar het komt live genoeg over. Genoeg te zien in Os en we zijn zeer benieuwd wat we straks uit Os nog te zien krijgen. We gaan over naar Agnes. Agnes, de eerste essentiële mentimetervraag die we hebben gesteld. Ik had gevraagd, hoe beschrijf je in 1 woord de eerste aanraking met archeologie? En ik zie dat de meeste van jullie opgraving hebben opgeschreven. Dus de meeste mensen zijn voor het eerst in aanraking gekomen met archeologie en opgraving. En verder vind ik het ook wel bijzonder dat er televisie en museum ook aan bod komen. Dus ook dat via musea mensen voor het eerst in aanraking komen met archeologie. Nou, we gaan meteen door naar de volgende vraag van de Mentimeter. Jullie hebben net een heel leuk filmpje gezien van Vera, waarbij ze ook kunst liet zien die archeologische vindplaatsen in beeld bracht. En ik wil graag van jullie weten wat jullie daarvan vinden. Wat vind je van kunst om archeologische vindplaatsen te verbeelden? Nou, dan gaan we daar straks komen, dan vervolgens daarop terug. En vergeet ook niet dat je je eigen vragen via de chat kan stellen. Dankjewel, Agnes. We hebben daarnet scherven gezien, een hele kleine brokje steen. We gaan nou eens even kijken hoe die archeologische vondsten zich uiteindelijk vertalen voor de inwendige mens. Welkom bij Evenwede Academie. Ik ben Manon. In de 2e eeuw voor Christus heeft Cato een traktaat over de landbouw geschreven. En daar staat een recept in voor mostbroodjes. Het zijn broodjes die rijzen op basis van gisten druivensap, most dus. Ik vijzel ook eventjes de duivelstrek mee en de lavas die erin gaat. Wordt het ook een beetje fijn. Zo, nou ruikt het helemaal lekker hier. Ik heb het nog nooit gemaakt, het is de eerste keer. Ik dacht, ik ga er een mooie video van maken om te kijken of dat dit experiment gaat lukken.
Ik heb namelijk geen idee of dat deze druifjes zomaar een borrelende massa sap gaan worden. 1, 2. Voorzichtig. Nou, dit is echt ongelooflijk hoeveel bellen en gaatjes dat er in dit deeg zijn gekomen. Dit is echt heel erg lekker. Ik zou zeggen, laat je inspireren door de Romeinse keuken, want het is echt ontzettend smakelijk. Ik heb het geurige genoegen dat naast mij inmiddels is aangeschoven Manon Henze van Eetverleden. En Manon, ik ben wel benieuwd, wat hebben al deze heerlijkheden, hè, ik ruik ze, helaas hebben we nog geen geur-tv. Wat hebben die heerlijkheden nou te maken met archeologie? Ja, eigenlijk heel veel denk ik, want archeologie is een hele belangrijke bron om te achterhalen van ja, wat werd er nou eigenlijk vroeger gegeten? Nou, en je ziet hier een aantal ingrediënten staan wat dan zo hè, gevonden wordt. En ook, je zag het in het filmpje, maar je ziet het ook daar op tafel liggen. Dat is best nog wat uit de archeologie voor nu. Echt ja, fantastische dingen zijn er te maken en te proeven eigenlijk ook. En hoe kom jij dan aan je informatie? Ik speurde al die opgravingsrapporten op naar welk zaadje en peperkorreltje dat er precies gevonden is en welke graansoort. En ja, ik combineer dat natuurlijk ook met historische bronnen, hè, met veel tekstmateriaal ook. Ja, en ik puzzel dat allemaal aan elkaar en dan probeer ik daar weer een mooi gerecht van te maken. Want ja, ik denk, wil je archeologie en geschiedenis een beetje aantrekkelijk maken voor het publiek, dan moet je dat proeven. Zeker. En wat heb je meegenomen vandaag, behalve dat mooie brood? Ja, in ieder geval een brood inderdaad. Ik dacht het wel erg leuk om even te laten zien, want er worden altijd veel graankorrels gevonden. En zeker hier in Nederland. Kijk, wij hebben hier in Nederland natuurlijk geen teksten. En er zijn ook geen teksten, of nauwelijks in ieder geval, over deze regio. Heel weinig als het om eten en drinken gaat. Dus je moet wel hè, naar die zaden speuren, zeg maar, om dat brood weer tot leven te wekken. Nou, je ziet ook dat er allemaal zaden op zitten. Nou, dan ga ik ook kijken van nou, welke zaden zijn er gevonden en ook in welke context. En dus hè, worden granen en zaden samen gevonden. Zou dat dan gecombineerd kunnen zijn? Nou, uit tekstbronnen uit Italië weten we dat brood heerlijk op smaak werd gebracht met allerlei zaden. Ja, en dan de keuken in, hè? Proberen. En dan doe je er nog een beetje bij, hè? Of nog een beetje af is lastig. En uiteindelijk schrijf je daar dan ook recepten over, zodat de mensen thuis... Klopt, ja, inderdaad. Ja, want dat is ook wel een beetje mijn doel. Ik wil het heel toegankelijk maken. Dus zodat iedereen ook dat brood kan maken. En dit is trouwens, vind ik zelf ook wel een heel mooi voorbeeld, want ik heb dit brood niet zelf gebakken. Maar dit is een brood van een biologische bakkerij hier in Nijmegen. Ik denk, ja, ik kan natuurlijk die broden maken, kan het in een kookboek zetten. Maar als een bakkerij nu zo'n brood op basis van archeologische resten in zijn winkel legt, kijk, dan gaat de archeologie pas leven. Zonder meer. En hoe heet het dan, het brood bij die bakker? Nou, ik heb hem de Nederpanus genoemd. Panus, hè, brood. Ja. Brood in Latijn. En ook een benaming die we veel tegenkomen in de tekstbronnen. De Panus quadratus wordt hier wel genoemd, hè? Mooi gekerfd in stukken, dat weten we uit de opgraving in Pompeji. Ja, en is natuurlijk naar Nederland, dus er zitten ook smaakmakers in die hier gevonden zijn. Nou, ik hoop dat straks over heel Nederland ambachtelijke bakkers, biologische bakkers, allemaal de Nederpanus in hun assortiment zullen opnemen. Ja, ik ga daarvoor. Ik zal mij daarvoor inzetten. En ik ben dan de klant die ze zeker koopt. Nou ja, ik zou zeggen eerst even proeven voordat je die bij jouw bakker wil ontdekken. Wil jij het aansnijden? Ik wil het aansnijden, ja zeker. Ga je gang. Nou, het brood is het wel aardig. Het is ook gerezen op een biergist. Want de enige bronnen die we hebben, die over deze regio geschreven zijn, daar zit een hele aardige tussen. Daar staat namelijk, beschrijft Plinius, die beschrijft namelijk, nou daar in het noorden, wat ze daar toch doen, daar laten ze granen weken in vocht en daar maken ze een drank van. En het schuim wat op die drank drijft, jeetje, dat gebruiken ze in hun brood. Biergist. Dus zo weten we dus dat er biergist gebruikt werd in het brood. En nou, jullie zagen net in het filmpje wat we zagen, dat biergist prachtig lucht, druivenmost heel mooi luchtig brood maakt. Maar ja, dat doet biergist dus ook. Dus het is eigenlijk een
Ja, het is helemaal hip, hè? Zuurdees en brood bakken. Maar brood bakken, ja, oude technieken. Oude smaken in dit geval. Ja, dat is echt... Ja, ik zeg, dit is een fantastisch brood, of niet? En alweer een voordeel van bier. Waar vele archeologen toch wel blij om zullen zijn, denk ik. Dus ik stel voor dat jullie dadelijk even lekker gaan proeven. Dat zullen we zeker doen tijdens het volgende filmpje. Dankjewel, Marianne. Heel graag gedaan. Voor deze geurige en smaakvolle bijdrage. Ja, dat iedereen er maar van mag genieten. Gaan we doen. Agnes, hebben wij nog reacties gekregen uit het land? Vragen, opmerkingen? Vooral dat ze er zin in hebben. En nou ja, ik krijg er ook al zin in als ik dat zo zie. Ja. Dus Nou, dan schuiven we straks aan. Hou dit vol, blijf reageren. Dan wordt het nu tijd, kijkers en luisteraars, voor nieuws uit het land. Archeologisch nieuws van de afgelopen 2 weken. Daarvoor hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de goede diensten en tips van de Erfgoedstem. Digitale knipselkrant die voor iedereen die in archeologie en cultureel erfgoed in Den Brede is geïnteresseerd. Is er genoeg te doen hier in Nijmegen. Er is een tentoonstelling in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. En die tentoonstelling heet Nijmegen graaft in de Goffert. En het gaat over vondsten uit de Tweede Wereldoorlog uit Nijmegen. En in datzelfde huis komt er ook een tentoonstelling Nijmegen graaft over de praktijk van de archeoloog vanaf 14 juli. En tot slot zijn er natuurlijk morgen en overmorgen de Nationale Archeologiedagen. En kunnen kinderen echte Romeinse spullen vinden in speeltuin De Leemkuil. En dat is Luciaweg 2 in Nijmegen. Ja, en het is al een paar keer gezegd natuurlijk. Vandaag is de eerste dag van de Nationale Archeologiedagen. En dus is er dit weekend een heleboel te doen. En Regio Online Achterhoek meldt ons dat op morgen, op 19 juni dus, er allerlei archeoactiviteiten gaande zijn in Zutphen. Tussen 11 en 4 uur staat er een mobiele hotspot, weer iets nieuws, bij het Stedelijk Museum in Zutphen. En daar kun je je archeologische vondsten laten determineren. Maar je kunt ook nog weer iets heel bijzonders. Je kunt op archeojacht gaan door het centrum van de stad. En die archeo-hotspot, waar je dus je vondsten kunt laten determineren, die vind je aan de achterzijde van het Stedelijk Museum, naast de archeologische dienst, in de Kuiperstraat in Zutphen. We blijven nog even in Gelderland en dit keer een vindplaats met een krijgshaftige achtergrond. Omroep Gelderland vertelt ons dat de archeologen een voormalig legerkamp uit de 80-jarige oorlog hebben blootgelegd in de Bijenwaard bij Spijk, helemaal diep in het rivierengebied. Volgens archeoloog Erik Noorden van opgravingsbedrijf Raap bereiden duizenden soldaten van het leger van prins Frederik Hendrik, de stedendwinger, zich in de kletsnatte winter van 1635 op 1636 voor op een confrontatie met de Spanjaarden. Maar de Spanjaarden kwamen niet opdagen en ze braken het kamp dat voorjaar weer af. De soldaten hielden zich intussen bezig met wat anders dan bier drinken en pijp roken, getuigen natuurlijk de vele bierpullen en pijpenkoppen die ter plaatse zijn gevonden. Erik Noorden zegt, hier komt de 80-jarige oorlog bijna onder handbereik. Je staat bijna oog in oog met de soldaten van die tijd. Dat is echt heel gaaf. Maar archeologie is niet altijd zo gaaf. Dat vinden ze althans in de gemeente Oost-Gelre. In het kerkdorp met de prachtige naam Vragender ligt een perceel dat bestemd is voor nieuwbouw. Helaas, uit archeologisch onderzoek blijkt dat daar mogelijk resten onverbrand bot en resten van bewoning in de bodem zitten. En dat geeft daar problemen. De gemeenteraad wil namelijk dat het risico van de extra kosten bij de gemeente worden neergelegd. Want, zo zegt het CDA-raadslid Plaggenburg, als die kosten bij een starter komen te liggen, gaat die persoonlijk failliet. Eind van het verhaal is dat de nieuwbouw nu vertraging oploopt. De Gelderland kopt daarover. Starters in Vragender zijn wanhopig. Tot mijn 40ste bij mijn ouders wonen is geen optie. En dat allemaal door de archeologie.
Ja, in een heel ander deel van Nederland zorgt archeologie ook voor controverse. Zoals in Sint Eustatius. Daar is een begraafplaats gevonden van tot slaafgemaakte. Op de plek waar nu de luchthaven zit van Oranjestad. En ze hebben inmiddels 53 skeletten opgegraven. En van drie daarvan hadden schedels afgeslepen tanden. En dat zou erop kunnen wijzen dat deze mensen in Afrika zijn geboren en opgegroeid voordat ze in slavernij werden afgevoerd. Verschillende universiteiten werken mee met het bestuderen en analyseren van de skeletten. Maar niet iedereen is daar even gelukkig mee. In de Stentor zegt Kenneth Kouvalai, die in Tilburg woont, maar in Sint Eustatius is geboren, het volgende. Ik ben een Afrikaan die leeft in de diaspora. Om dat te weten hoeft niemand mijn voorouders op te graven, in de hand te nemen en af te voeren naar laboratoria. In dezelfde tijd dat de eerste slavenschepen naar Sint Eustatius voeren, verging voor de kust van Texel een schip dat handel dreef in Europese wateren. Dan een hele rijke lading aan boord en Texelse duikers hebben de afgelopen jaren daarvan het nodige uit het wrak gehaald. Vooral de luxe zijde kleding die aan boord was, baarde in de tijd groot opzien. Die grote zijde jurk van roze stof, de meesten zullen hem kennen. Nu is daar volgens het Dagblad van het Noorden een pikant item bijgekomen. Een metalen poederdoos. En dan niet zomaar een poederdoos. Hij is aan beide zijden versierd met mythologische afbeeldingen die volgens het krantenbericht vrij expliciet verwijzen naar verleiding en seks. Dit maakt het een heel persoonlijk, intiem object. Dat wil ik geloven. We kunnen u helaas geen beelden tonen op het moment. En we hebben het beste nieuws nog voor het laatst bewaard. Dat komt uit Doorn. Het Algemeen Dagblad kopt nieuw hoofdstuk in de Nederlandse archeologie. Bij opgravingen in Doorn kwamen resten van de oudste karnmolen van Nederland tevoorschijn. Gemeentearcheoloog Peter Weterings vertelt dat een karnmolen een houten ton is waarin melk tot boter werd gekarnd. In dit geval dus een vrij grote. Hij werd namelijk door hondenkracht aangedreven. Onderzoek van de jaarringen laat zien dat de karnmolen dateert uit het eind van de 14e eeuw. Daarmee is hij maar liefst 400 jaar ouder dan het oudst bekende exemplaar tot nu toe uit Nederland. Het hout wordt momenteel geconserveerd, maar andere vondsten van die opgraving zijn tot en met morgen te zien op, jawel, de Nationale Archeologiedagen, in de bibliotheek in het Cultuurhuis, Kerkplein nummer 2 in Doorn. En daarmee beëindigen we onze nieuwsuitzending. Wilt u het allemaal nog een keer nalezen? Dan kan het op www.erfgoedstem.nl. Dat was nieuws van de afgelopen 2 weken. We gaan terug naar het verleden en dan in archeologische zin een vrij recent verleden, de Tweede Wereldoorlog. Dit is de Duivelsberg. Tijdens operatie Market Garden heeft hier op de Duivelsberg een hevige slag van 4 dagen plaatsgevonden tussen Amerikaanse parachutisten en Duitse eenheden. Uiteindelijk zijn de Duitsers door de Amerikanen van de berg afgeslagen. Hier op de Duivelsberg zijn veel vondsten gedaan uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En dat probeert de AWN in kaart te brengen. Hier zijn honderden voorwerpen gevonden, uitrustingstukken, geweren, munitie, maar ook persoonlijke eigendommen van soldaten die hier gestreden hebben. Eén zo'n voorwerp is me altijd bijgebleven, dat is dit horloge die hier op de rand van de kuil is gevonden, jaren geleden door een collega van mij. Het is misschien gedragen door Duitse militairen, dat weten we dat ze dit soort horloges bij zich hadden, maar het kan ook zijn dat Amerikaanse soldaten zulke horloges hebben afgenomen van Duitse krijgsgevangenen. Of dit horloge door een Amerikaan of door een Duitse soldaat hier is achtergelaten, dat weten we niet. In ieder geval heeft de eigenaar het niet meer meegenomen. Het is een indrukwekkende plek, de Duivelsberg. Ik ben in de tijd 4 jaar geleden bij deze opname geweest. En dat doet je wel wat als je daar staat op die plek waar mensen in grote spanning hebben gezeten, hebben geleden, zijn doodgegaan. We hebben hier het genoegen om Paul Klinkenberg, die we net in de video zagen, aan tafel te hebben. Paul, wij kennen elkaar dus al. Welkom, blij dat je er bent.
Ja, wij zijn, we hebben dat toen allemaal gezien, wat jullie hebben gevonden. Wat hebben jullie, hoe is dat onderzoek verder verlopen? Want jij bent gangmaker van een groep vrijwilligers die daar onderzoek heeft verricht. Kun je daar iets meer over vertellen? We zijn daar op de Duivelsberg zijn we een aantal jaar mee bezig geweest. En dat heeft geresulteerd in dit boek, Groesbeck Heights. Niet alleen de Duivelsberg, maar ook het Nederrijk. Dat is een gebied ten zuiden daarvan, tot aan de rand van Groesbeek. Daarna hebben we het volgende gebied onderzocht. Dat is de Sint-Jansberg bij Plasmolen. Ja, Mook is dat, hè? Toch? Mook. Dat kennen de meeste mensen van de Mokerhei. Mm-hmm. Ja. En dat hebben we dan in 2 jaar gedaan. Van 2017 tot 2019. Daar is Leo ten Hag van de AWN Nijmegen druk bezig met schrijven. En we hopen dit boek dan over de Jansberg, dus zeg maar Groesbeck Heights, deel 2, eind van dit jaar uit te brengen. Okay. En wat kun je iets vertellen van de historische achtergrond? Wat is daar gebeurd in die dagen van Market Garden? De Jansberg ligt ook aan een strategische weg, namelijk de weg van, van Nijmegen, Mook en dan Gennep, Duitsland. En net zo strategisch als bij de Duivelsberg, die daar ten noorden van ligt. En daar is meteen al hevig om gevochten om die weg. En dat heeft geresulteerd in een padstelling op een gegeven moment tussen de Duitsers en de Amerikanen. De Amerikanen wilden eerst de bossen veroveren, maar dat is ze niet gelukt. Ze spraken toen ook van de Kiekberg jungle. Ze hadden het niet over de Jansberg, want op hun kaart stond Kiekberg. Dat is de hoogste top in dat gebied. En ze kwamen er niet doorheen. Ze zijn daar echt, het front moeten rechttrekken. Vervolgens is dat statisch front geweest. Ze zijn afgelost door Engelsen, Canadezen en pas operatie Vertebol. Toen is de Jansberg zeg maar bevrijd van de Duitsers. En wat vinden jullie? We hebben hier een slide van de Jansberg. Wat vinden jullie daar archeologisch van terug? Want dit historische verhaal is dan natuurlijk in grote lijnen bekend. En wat hebben jullie daar een archeologische weerslag van geborgen? Het zijn voornamelijk grondsporen die we daar aantreffen. Maar we vinden natuurlijk ook wel ander materiaal. Wat voornamelijk door metaaldetectorzoekers zijn opgegraven en achtergelaten. Dus, en wat laten ze achter? Het gevaarlijke spul. Waar ik dan weer melding van maak aan het natuurmonumenten die het dan laat opruimen door de EOD. En we hebben daar een keer een blindgar gevonden die ooit is opgegraven, jaren geleden konden we zien. En dat was een warhead van een tyfoon. En het leuke is bij dit soort vondsten dat je dan gaat zoeken naar bronmateriaal. Wat heeft daar plaatsgevonden? En als je dan in de war diaries van de Canadezen gaat graven, dan vind je, toevallig of niet, maar daar is een tyfoon op afgestuurd op die plek waar we die. Dus dan maak je het verhaal een beetje rond. Of je maakt eigenlijk een verhaal. Dan wordt het meer dan een schutterspot of een loopgraaf die we beschrijven. Tarfoon, Engelse jachtbondwerper, ja. Even voor de mensen die meer archeologisch dan militair historisch onderlegd zijn. Ik zag nog een tweede plaatje, had je met een heleboel stippen erop. Wat zien we daar? Dit is een mooi plaatje dit. Ja, dit zijn alle sporen die ik geplot heb op deze topografische kaart. En dat zijn 650 sporen. En daar zit achter een Excel-sheet met de beschrijving, de coördinaten, de Rijksdriehoek, de RD-coördinaten. En foto's als ze ervan genomen hebben met het bordje. Zodat we weten van echt één spoor helemaal volkomen beschreven. En je kunt hier al een afleiden waar het meeste gevochten is. Dat is echt om de Kiekberg zelf, de top, de hoogste. Dat gebeurt natuurlijk altijd, de meest strategische plekken. Daar vindt de battle plaats.
Ja, ik heb als jonge jongen wel eens gelogeerd in het landhuis van de toenmalige terreineigenaar, de baron Verschuur. En geen idee natuurlijk dat dit hier allemaal had plaatsgevonden. En ja. ik kijk nu met terugwerkende kracht of met andere ogen naar dat bijzondere terrein. Die Tweede Wereldoorlog archeologie die is natuurlijk de laatste 10 jaar echt in opkomst geworden. Zijn jullie daarin, heb je het idee dat jullie daarin meegegroeid zijn? Werken jullie nu anders dan, laten we zeggen, 10 jaar geleden? Nee, het vorige plaatje wat je hebt kunnen zien, dat is de methode, dat is hetzelfde gebleven eigenlijk. Wel meer archiefonderzoek doen. Mm-hmm. En er komen natuurlijk steeds meer archieven online, gedigitaliseerd. En waardoor het veel leuker wordt om dit onderzoek te doen. Ja. Nou, bijzonder onderzoek en ook bijzonder dat het door vrijwilligers wordt gedaan, want dat is nog steeds zo. Ja. En daar een waardevolle bijdrage leveren. Ja. Paul, heel veel succes met de uitgave van het volgende boek. Succes met de tentoonstelling. Agnes noemde hem daarnet al in het nieuwsoverzicht, die nu loopt in het cultuurhuis of het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. En graaf nog een hoop van dit soort betekenisvolle plekken op, zou ik zeggen. Dank je wel. Ik ga over naar Agnes, die ons iets kan vertellen over De Mentimeter, de tweede vraag. Ja, de vorige vraag was, wat vind je van kunst om archeologische vindplaatsen te verbeelden? Nou, ik vind het heel grappig. Er is één iemand die vindt het leuk, maar soms iets meer kitsch dan kunst. Maar de meeste mensen vinden het prachtig en inspirerend en dat het echt wat toevoegt. Dus dat is heel goed om te horen. We gaan ook meteen door naar de volgende vraag. We hebben het net gehad over de Tweede Wereldoorlog. En niet iedereen is het erover eens dat de Tweede Wereldoorlog ook archeologie is. Dus mijn vraag aan jullie thuis is nu, hoe oud moet iets zijn om archeologie te worden genoemd? Ja. Dat is duidelijk. En terwijl u daar thuis over nadenkt, hebben we weer een filmpje voor u, want Vera is ook nog, dat hadden we daar straks al beloofd, die is in Os gaan kijken bij het veldpracticum waar de studenten uit Leiden leren opgraven. We hebben daar, de meeste van ons hier aan tafel, hebben daar zelf ook ervaring mee. Ik mocht zelf ook mijn eerste schreden op het archeologisch pad in Os zetten. En op mijn levenspad zelfs. En we zijn benieuwd wat de studenten die daar nu aan bezig zijn, wat die daarvan vonden. We staan hier nu bij een echte archeologische opgraving hier in Os. En we gaan eens kijken wat er vandaag te beleven is. We staan hier aan de Gewandeweg in Os. En we zijn hier bezig met een proefsleuvelonderzoek. Wat we hier aangetroffen hebben is een grafveld vermoedelijk uit de bronstijd. We werken hier met studenten en ze zijn studenten van de Universiteit Leiden. En ze zijn hier vandaag voor de allereerste keer aanwezig om te zien hoe het werk in de archeologie eruit ziet en te ervaren hoe dat voelt. En zij mogen dus hier voor de eerste keer echt gaan meegraven eigenlijk. Eens kijken wat de studenten van hun eerste dag vinden. Nou, vandaag is wel mijn eerste dag wat ik hier gedaan heb. Voor het eerst echt in het veld. En ik vind het wel ontzettend leuk. Nee, het is ontzettend nieuw ook. Dingen die we nog nooit eerder gedaan hebben. En ik geniet er enorm van. Wat ik vandaag dan geleerd heb is hoe ik meetsystemen moet uitzetten. En vervolgens stukken kan afzetten wat het later kan worden opgegraven. En dan daarna kan de echte opgraving beginnen en ga je zelf te werk. Vandaag was onze eerste opgraving van archeologie. Dus we kwamen hier aan. Eerst hebben we een hele rondleiding gekregen van alle trenches. En daarna zijn we gewoon in groepjes opgesplitst. En mijn groepje heeft toen allemaal trenches uitgezet. Dus dit zijn in open air of in gridboxen. Dus bijvoorbeeld 2x2 en 3x3. En dat was wel heel leuk. Omdat archeologie natuurlijk moet je gewoon lekker buiten doen. Het is ook nu ook goed weer. Dus dat is fijn. En natuurlijk omdat ik nu voor het eerst heel veel jaargenoten zie. Want we hebben elke keer gewoon op school met groepjes van 20. En hier zijn we gewoon met heel veel, dus dat is wel fijn. Het vakgebied dat ik heel interessant vind is botanische archeologie. Dus dat is dan met zaden en met pollen. En vooral omdat als je zo'n zaadje ziet onder de microscoop,
Als je gewoon van dichtbij kijkt, ja, dan zie je niet heel veel. Maar onder een microscoop zie je dat veel groter is. Zie je de haartjes, zie je de kleurtjes, zie je echt... en dan kan je heel veel van aflezen. Dus wat de omgeving was, wat ze eten. Dat wil ik dan misschien wel gaan doen, ja. I used to study something else before, management and environmental studies. And it kind of taught me a lot about what I actually want to do. Because, you know, I wanted to make money before and it just turns out it's not that good. No, I just want to be happy. And I'm just trying to understand humans, you know, to kind of... So that we can maybe better ourselves, because right now we're kind of a bit of a predicament, you know? So yeah, why archaeology is just, it's fun, it's intriguing, it's like detective work, and at the same time you're learning a lot of things about history and just learn a lot about yourself as well. So yeah. Nou ja, ik studeerde eigenlijk gewoon geschiedenis, dat doe ik nog steeds, ben derdejaars. Maar geschiedenis is best wel toch veel met boeken. En wat ik heel erg miste was... Ja, dat fysieke, dat lekker in de buitenlucht. En dat probeerde ik dus met archeologie. Dacht ik, dat gaan we proberen. En dit is de eerste keer dat ik het eigenlijk uit mag proberen. Ja, ik vind het echt fucking leuk. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik vind het heel erg leuk. Mocht ik boren voor het eerst, dan heb je een handboor. En dan ga je op zoek naar profielen in het zand eigenlijk. Dus dan boor je een gat. En dat haal je er dan langzamerhand, haal je het eruit, leg je neer achter elkaar en dan kan je zo de verkleuring in het zand bekijken. En dan kan je zo de verschillende zandlagen, grondlagen zien. Ja, vandaag heb ik heel veel geboord. Heel veel eigenlijk om te kijken wat er nou in de grond zit en om een stratigrafie te maken. Dus vooral kijken naar de horizon en dan wat voor soort aarde we eigenlijk mee dealen. Nou, voor mij is geologie wel leuk, maar het is niet mij waarom ik archeologie vooral doe. Het is een leuke bijkomstigheid, dat wel. Maar het is niet mijn voornaamste interesse, nee. Ja, wat voor mijn voornaamste interesse denk ik wel, ligt wel echt bij de culturele aspecten. Dus echt kijken naar de culturen zelf en wat ze nog overdragen van eventuele andere samenlevingen. En eigenlijk overeenkomsten vinden. Dat is wel, vind ik heel, heel vet zelf, ja. De keet gaat op slot en de studenten zijn inmiddels al naar huis. Onze dag in Os zit erop. Tot de volgende. Ja, het komt allemaal weer bij me boven. Ik groef ook in Os, maar die Frans heet al, zoals elke Leidse student. En ik heb daar ook, sommigen zaten er maanden, één heeft er een jaar gezeten. En ik zat er toch wel eens een paar weken. En ik zat daar 40 jaar geleden, 1981. En wij hadden een woeste veldtechnicus, Glenn Tak. Die nam ons dan mee vanuit het hotel in Ravenstein waar we zaten naar Nijmegen. En dat was toch een aparte stad in die tijd. Als je uit het nogal duffe Leiden kwam, waar ik geen bezwaar tegen had, maar Nijmegen was wat anders. Daar waren allerlei disco's en kroegen en toestanden. De Juicy Lucy herinner ik me en de Plak. En we gingen daar dan dansen en uit. Het was een hele andere stad dan die wij gewend waren. Maar er was ook een scherp kantje aan. En dat scherpe kantje, daar gaan we nu bijzondere beelden zien van 40 jaar geleden. Op de klok van 7 uur werden de sympathisanten met harde hand verwijderd om zo de weg naar de kraakpanden vrij te maken. Daarna trok de politie met veel traangas op tegen de harde kern van de krakers die rondom de gekraakte huizen was achtergebleven. En tegen dat gas was niemand bestand. De krakers gaven hun verzet op en verdwenen langs de politieafzetting. Van de andere kant was de politie inmiddels naar de kraakpanden opgerukt en legertanks begonnen meteen de barricades op te ruimen. De weg was vrij en de sloop van de 14 panden kon beginnen. Ja, dank aan Omroep Gelderland en de NOS, via wiens tussenkomst wij deze beelden mochten uitzenden. Naast mij zit inmiddels Bas Hendriksen van de AWN Regio Nijmegen. En Bas, waarom dit filmpje? Wat is de link met archeologie? Ja, dat wist ik ook eerst niet, maar ik heb begrepen dat... De betreurde stadsarcheoloog Jan Thijssen werd opgeroepen
nadat de krakers die barricaden hebben opgesteld of gemaakt. 1981, precies. Ja. Want de krakers hebben daar ook putten gegraven om zand op die barricades te gooien. En tijdens dat graven kwamen zij botten tegen en scherven. Dan moet natuurlijk de dienst archeologie worden ingeroepen. En Jan is met gezwinde spoed naar de Pierselstraat afgereisd. En die is daar gaan spitten en de brokstukken, de beenderen en scherven verzamelen. Dat moet een iconisch beeld hebben opgeleverd. Jan met zijn woeste haren die daar dan tussen de wolken traangas en vechtende krakers en marechaussee en politieagenten zijn ding heeft gedaan. Dus ik dat was wel. Ik zie het ook helemaal voor me. En ik vind het een waanzinnig verhaal. Jan die komt ook trouwens terug in een op een ander moment, omdat 10 jaar later werden uiteindelijk die huisjes die daar stonden, waar het om ging, werden afgebroken. En op dat moment is er een heel groot archeologisch onderzoek verricht rond die huizen, want daar zijn heel veel beerputten achter die huizen gevonden, ja, met materialen die, misschien nog even goed om te vertellen wat een beerput is. Ja, een beerput is eigenlijk gewoon een afvalput. Daar werden dus de zaken ingegooid die kapot zijn gegaan. Daar werden ook de uitwerpselen van de mensen ingegooid. Kortom, het was de kliko van de middeleeuwen. Ja, precies. En dat geeft dus, juist omdat die beerputten, dat waren beerputten van arme mensen, die werden dus niet opgeruimd van tijd tot tijd, maar men groef gewoon een ander gat en had een nieuwe beerput. Dus daarom is er zo ontzettend veel bewaard gebleven in die tuinen van die vroegere bewoners. Van die Pierselstraat. Van de Pierselstraat. Ja. Al die zaken die zijn verzameld en die zijn in het depot beland. Maar ja, zoals dat wel vaker gaat, dat staat daar dan te staan, jaren. En, want er zijn geen mensen om dat grondig te gaan onderzoeken. Maar gelukkig hebben we in Nijmegen een hele grote archeologische vereniging, de AWN afdeling Nijmegen, met ruim 150 leden. Zo. En wij komen elke woensdagavond bij elkaar in het depot, naast het UWV zit dat, op de Nieuwe Dukenburgseweg. En elke woensdagavond wordt dus in dit project, wat de opgravingsmanager Kees Brok van de dienst archeologie gemeente Nijmegen begeleidt, worden al die kisten met materialen worden door ons nu onderzocht. En wij proberen een beeld te vormen van de geschiedenis van die straat eigenlijk. Daar zijn we mee bezig. Die straat die bestaat al heel lang. Rond 1411 zo'n beetje is die straat ontstaan. En die heeft dus een hele lange geschiedenis doorgemaakt. En wij zijn dus bezig om in een soort multimediaal project die geschiedenis weer tot leven te brengen. En vertel daar eens wat meer over, dat multimediale, want dat vind ik wel spannend klinken. Ja, dat is, wij vinden dat ook heel spannend. Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk het onderzoek naar die resten. Daarnaast doen wij onderzoek. Daar heb je ook wat van meegenomen, ja, hè? Ik heb hier een schaal die door een van onze vrijwilligers is gereconstrueerd. Kun je die op camera zien? Ja. En dit is een schaal van materiaal wat aangevoerd werd uit eigenlijk het Rijnland. Hij is gedateerd tussen de 1800 en 1850. Maar het is een veel gebruikt materiaal wat men in de huishouding gebruikte. Dus gewoon om van te eten. Van te eten, precies. En als dat stuk was, dan werd dat dus ook voor je brood. Subiet, ja, voor je brood bijvoorbeeld. Dan werd dat dus meteen weggegooid. En daar is dus ook heel veel van teruggevonden. En dankzij de vrijwilligers wordt het van scherven weer? Wordt het weer een bord. Dus wij doen dat met meerdere vondsten die goed te reconstrueren zijn, omdat wij dat ook willen gaan tonen aan het publiek. Er komt een tentoonstelling, er komt een boek. We willen ook een film maken. Kortom, alle middelen die wij kunnen vinden om het duidelijk te maken aan iedereen. Dus ook de geschiedenissen optekenen van de oud-bewoners die daar hun verhaal. Oral history. Ja, we gaan het hele
spectrum af van onderzoek. En dat willen we dan op een hele mooie wijze presenteren. Het probleem is natuurlijk dat vanwege corona het een jaar heeft stilgelegen, langer. Maar wij gaan, als het weer kan, gaan wij weer met volle moed van start. Iedereen is trouwens welkom om een kijkje te komen nemen op de woensdagavonden. Dus ik zou zeggen, komt allen. Naast het UWV, woensdagavond. Woensdagavond. We hebben al heel veel nieuwe leden dit jaar erbij gekregen. Kijk. Misschien ook waarschijnlijk, komt dat door corona, dat men dacht van, we moeten onze tijd toch eens een keer nuttig gaan besteden. Zitten er ook goede kanten aan. En daar zitten ook goede kanten aan. Dus ik zou zeggen, kom eens kijken, want het is heel interessant. En er is genoeg werk, er is nog werk volgens mij voor honderden jaren. Ik wilde nog even... Nog borden genoeg. Ja, ik wilde trouwens nog even iets laten zien wat heel bijzonder is. Dat is een van glas gemaakt. Een Rupert's druppel noemt men dat. En Rupert was een zoon van Jacobus de Eerste. Die heeft dat uitgevonden, zegt men. Het is eigenlijk gewoon gesmolten glas dat je in koud water laat vallen. En daardoor krijg je een soort inktvis, of ja, nee, geen inktvis, een kikkervisachtig figuur. Ja. Een modelletje. En het kopje is keihard, dus daar kun je met de hamer op slaan. En dat zal niet barsten. We zullen het niet proberen. Nee, niet doen. Maar als je het staartje breekt, dan ontploft die als het ware. Aha. Want er staat een enorme spanning op. En dat was dan ook de gimmick van... werd ook een soort een grapje werd dat dan aan mensen gepresenteerd. Okay. Maar ja, de meeste schrokken zijn een hoedje natuurlijk. Dus die krakers en die ME'ers, dat waren niet de eerste explosieven in de Pearsonstraat? Nee, dat is... Maar het is zo, daarom heb ik het ook meegenomen. Het is zo bijzonder dat je dit dus ook in een beerput kunt terugvinden. Niet alleen dat soort scherven en van borden en dergelijke. Er zitten dus ook hele kwetsbare zaken tussen. Dus dat maakt het ook weer heel interessant natuurlijk. Hartstikke leuk dat je dat bij ons bent komen vertellen. En de oproep aan de mensen thuis is duidelijk. Graag tot ziens, hè? Want als je straks die tentoonstelling en dat boek et cetera hebt, dan hebben we het er nog wel eens over. Ja. Volgens mij hebben wij nog een laatste Mentimeter-vraag. Ja, één laatste inderdaad. Het was een nek-aan-nek race. De vorige vraag was, hoe oud moet iets zijn om archeologie genoemd te worden? En de meeste mensen zeggen, alles tot en met vanochtend is relevant. Dus dat is goed om te horen. We gaan ook alvast door naar de allerlaatste vraag. Want wat wij heel graag willen weten uiteraard is, wat vond je van deze eerste uitzending van Land Vol Archeologie? Laat het ons vooral weten, want dan weten we wat we er met jullie mening kunnen doen. Geef ook je mening in de chat vooral aan. Ik heb nog één vraag vanuit de chat. En het gaat over de Archeo Hotspot. Want de vraag luidt, kan je gewoon bij een museum binnenlopen? Of moet je van tevoren aangeven of je komt? Zullen we Maroushka nog even aan tafel vragen? Dan mag je daar. Herhaal de vraag nog even, Agnes. Kun je gewoon bij een museum binnenlopen voor een Archeo Hotspot? Of moet je van tevoren aangeven dat je komt? Nee, je hoeft in principe niet van tevoren aan te melden. Mocht je specifiek voor de Archeo Hotspot willen komen, dan is het misschien wel handig om even te bellen. Want heel soms is er geen vrijwilliger aanwezig. Maar we proberen een zo vol mogelijk rooster te maken, zodat er altijd iemand is. En er zijn ook andere Archeo Hotspots op andere plekken waar je eigenlijk ook in principe zo binnen kunt lopen. Dus wees welkom. Ja, want dat is misschien al wel goed om even te vermelden. Alle Archeo Hotspots in het land, en we gaan er nog wel meer zien in deze reeks, die worden dus gedreven door vrijwilligers. Hè? Als mensen daar aanschuiven om mee te helpen met het archeologisch werk, dan worden ze daarin begeleid door vrijwilligers. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Dankjewel. Ik zie inmiddels bemoedigende uitslag. Er zijn wel wat meer mensen gereageerd op de laatste Mentimeter. Ja, de meeste mensen zeggen, ik kijk de volgende keer zeker weer. Dus dat is heel erg fijn om te horen. Ja. Nou, daar gaan we het voor doen. En er komt een volgende keer. Ja. We ronden even af, wat vonden wij er zelf van?
Het gaat in een uur ongelooflijk snel, heel veel impulsie. Iemand zegt ook goed, maar het ging wel heel erg snel. Absoluut, daar hebben we ook op gemikt. Misschien doen we volgende keer een tandje langzamer. Agnes, wat is jou bijgebleven uit alles wat je hebt gehoord en gezien? Ik heb in ieder geval heel veel geleerd weer vandaag. Ik denk dat ik het brood mij het meest bijgebleven is, want dat was heel erg lekker. Dus ik zou zeker die recepten uit gaan proberen. Ja. Goed, Maf, wat vond jij? Ik was heel verrast dat je van krakersrellen tot Tweede Wereldoorlog, dat daar allemaal archeologische dimensies aan blijken te zitten. Absoluut. En dat herkennen kennelijk, dat trof mij bij de vorige Mentimetervraag, dat de tijd dat de archeologie in de middeleeuwen of iets later ophield, die is kennelijk wel voorbij gezien de reacties, dat inderdaad tot heel kort geleden teruggaat. En als ik nog één ding aan toe mag voegen, aanstaande september is het 40 jaar geleden dat het boek Verleden Land uitkwam, wat ik zelf altijd heb gezien als het begin van de moderne publieksarcheologie. En ik zag tot mijn genoegen bij de eerste Mentimetervraag dat iemand via Verleden Land in contact was gekomen met de archeologie. Dat was het. Jij hebt famous last words. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. En heb je nou zelf iets archeologisch wat je onder de aandacht wilt brengen? Maak er dan een filmpje op van en upload het via de website. En ik hoorde net, voordat de uitzending startte, dat de eerste filmpjes al geüpload zijn. Dus dat is heel leuk nieuws. En wie weet, kom je als maker van dat filmpje dan in een volgende keer bij ons hier aan de tafel in de uitzending. Heel erg bedankt aan de Archeo Hotspot en aan Museum het Valkhof voor de gastvrijheid. En natuurlijk aan het team achter de schermen voor de prima begeleiding. Fijne archeologiedagen. En de volgende keer komen we ook vanuit het oosten van het land, maar niet zo zuidelijk als we nu zitten. Dat is op vrijdagavond 16 juli. En op onze website staat inmiddels een 3D-beeld. Aan de hand waarvan je zou kunnen raden waar we op 16 juli uitzenden. Bedankt. Dankjewel.